HHC Hardenberg, 9 thuiswedstrijden ongeslagen. VVSB is bezig aan een mindere fase in de competitie. Wist de laatste 4 wedstrijden niet te winnen. Dit is Tommy Bekooi, een van de beste spelers van VVSB. Een overtreding van Mitai. En scheidsrechter Mulder geeft een vrije trap net buiten de 16. Doelman Nijland zet de muur. De vervanger nog steeds van de geblesseerde Danes. En ja, deze had de doelman misschien wel moeten hebben. Het is wel 0-1. Doelpunt te maken Jozic in minuut 11. De aanvoerder die vertrekt naar dit seizoen. Schiet hem keurig achter de doelman. En dan moet HRC in de achtervolging. Dit is Van Bentum. 9 keer gescoord Van Bentum. En Ruben Valk komt met een schrik vrij, de doelman van VVSB. Dan zitten we in de slotfase van de wedstrijd. Nog steeds die 1-0 voorsprong. HHC probeert het wel, maar krijgt weinig kansen. En dit is wat een fantastische loopactie van Tommy Bekooi. Loopt zo weg uit de rug van onder andere Gerts. En dit is zijn 10e van het seizoen. Heerlijke loopactie. Owen deed het in de Premier League. En Bekooi in de tweede divisie. Dan zitten we in de absolute slotfase. Doet HHC wat terug. Via Werkman met zijn 8e goal van het seizoen, 1-2, gaat het dan nog spannend worden. De hoekschop is van Kobussen en Werkman scoort weer met het hoofd, zoals zo vaak. En niemand heeft daar nog het antwoord op. Dan in de slotfase weer een hoekschop en Gaudier bijna met de gelijkmaker. Het is doelman Valk die 2 punten redt voor VVSB. Want VVSB wint weer eens met 2-1 bij HHC.